De logistieke organisatie voor de eindexamens van het vierde leerjaar MULO en LBO is al afgerond. De betrokken actoren van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, OWNC, zijn ook dit jaar erin geslaagd om vroegtijdig alles rond te hebben. Dit bevestigt Gernon Kershout, onderdirecteur Algemeen Vormend Onderwijs. Dit is ook gelukt door goed overleg met schoolleiders en leerkrachten. Voor het nieuw leerjaar 10, waarin er ook examens worden afgenomen, zijn er methodes toegepast om positieve resultaten te boeken, geeft Kershout aan. Ik moet zeggen dat voor wat betreft de assessment die dus nieuw is binnen ons onderwijssysteem, zijn we dus bezig geweest de afgelopen tijd, zeker met de leerkrachten, maar ook met de schoolleiders en de leerlingen. Zo hebben we de leerlingen, eerder in de maand mei was er een pre-toets om dus na te gaan als ze zover zijn. En de bedoeling is dat we dus rond eind juni overgaan tot de assessment. En kijk, natuurlijk, je hebt overal een bepaald beeld. We weten natuurlijk dat je elk jaar toch wel de klacht hebt dat met name bij de exacte vakken het soms enigszins tegen zit. Maar daarom hebben we dus de pre-toets gehad om een redelijk goed beeld te hebben van waar onze leerlingen staan. Zodat de leerkrachten de komende tijd op weg naar de eindexamens in elk geval zeg maar, de leerlingen kunnen bijspijkeren. Zodat ze helemaal ready zijn om geëxamineerd te worden. Verder geeft de onderdirecteur aan dat er momenteel samen met inspecteurs op verschillende scholen wordt nagegaan wat de uitdagingen zijn bij het afnemen van examens. Op scholen waar niet alle vakken zijn verzorgd, is besloten om de eindexamens achteraf af te nemen. Volgens Kershout zal het ministerie nooit toestaan dat leerlingen de dupe worden van deze situatie. Overal waar er zich uitdagingen hebben voorgedaan, u noemt het voorbeeld van bijvoorbeeld een vakleerkracht die niet aanwezig is, dan begrijpt u dat we als ministerie, wanneer we uiteindelijk de examens of de assessment hebben gehad, dat je daar rekening mee houdt. Het uitgangspunt is altijd dat leerlingen op geen enkele wijze nadeel mogen ondervinden van zaken die buiten hun schuld om zijn. En dan gaan we samen met het examenbureau in deze, maar ook de inspectie, zoeken naar gepaste oplossingen.